ik ben blij dat iedereen er wel is. Dus, en we hebben mooie gasten, dus welkom terug in ieder geval. Ik ga vandaag beginnen met Peter Paul Kissels voor degene. Ik kan me niet voorstellen dat ze het niet weten, maar misschien toch. Na Peter Paul komen Monique van der Zanden en Pierre Hermans hier zitten. Monique is kinderboekenschrijfster. Pierre, moet ik die nog introduceren? De man vandaag naar de Tour, de man van Hahebo, de man van huizenbouwen, gaan we het allemaal over hebben. Daarna komt Mindy Martusciutjono. Ja, sorry dat ik even moet kijken, maar ik vind het een lastige naam. dit is een zangeres die ook iets heeft bedacht om de coronatijd door te komen. En wat ze bedacht heeft, gaat ze straks vertellen. En we hebben natuurlijk Wieke aan de overkant. Welkom. Wel? Ja. Hij doet het, yes. Ja, Wieke is vandaag co-presentatrice en we gaan straks nog even uitgebreid met jou praten over hoe jouw coronazomer geweest is. Maar dat doen we dan helemaal lekker aan het eind. Voor de rest gaan we gewoon verder alsof we niet weg zijn geweest. Ja? Peter Paul. Ja. Jij hebt een roerige tijd achter de rug. Ja, als directeur van de Weijer was jij toen corona begon. Eigenlijk heel snel met het besluit om het faillissement van de Weijer aan te vragen. Misschien voor de mensen die het niet weten, leg even kort uit hoe en wat en waarom. De Weijer bestaat uit twee BV's. Eén BV die doet de exploitatie van de huurders en het gebouw. En verhuurt dus eigenlijk ook aan een andere BV. En de andere BV, daar zat zowel de horeca in als alle theateractiviteiten. Ja, en wij zijn ontzettend hard geraakt door de maatregelen van het rondom het virus. Dat betekende eigenlijk dat we van de een op de andere dag geen inkomsten hadden en ook geen perspectief. Zeker voor de hele grote zomerperiode. Je moet je voorstellen, toen we begonnen, leg het maar zo uit, stopte, je krijgt inkomsten en je hebt uitgaven. En de uitgaven waren groter dan de inkomsten, dus ik stopte er iedere maand geld bij. Best aanzienlijke bedragen, tot op een gegeven moment dat het niet meer nodig was. We zaten net op het punt dat we eigenlijk inkomsten en uitgaven elkaar matchten. Ja, heb je het over een periode van afgelopen zeven jaar. Ja. En dus we hebben altijd gefunctioneerd zonder subsidie van de gemeente. En dat was heel sterk, want dan kun je heel veel zelf regelen en dergelijke. Maar ja, in een situatie waarin wij nu waren geweldig mooi op gang, mede dankzij een geweldig goed theaterprogramma. Het publiek kwam heel frequent langs en was super volle zalen. En opeens kregen we een stok in de spaken en mochten we helemaal niks meer. En we hadden omzet nodig in de maanden die gingen komen, met name festivals en alle andere activiteiten, de vooromzet, de voorverkoop van kaartjes. Ja, dat viel eigenlijk helemaal stil, nul. En het is, ik was eigenlijk net op het punt dat we dachten, nou kan het op zichzelf draaien. En om dan weer heel veel geld erin te gaan steken, met geen perspectief, zeker voor de komende 6 maanden, ja, dat was gewoon eigenlijk te veel. Ik zeg, dat kan ik niet doen en ik moet gewoon hier nu de stekker uittrekken. Willen we überhaupt over een doorstart kunnen praten? Ja, maar ik kan me voorstellen, Peter Paul, dat het geen makkelijke beslissing is geweest. Ik heb jullie toen vrij snel gesproken en ja, jij zat er doorheen, Stella zat er doorheen, Wieke zat er doorheen. En toch moet je het doen. Dat lijkt me ongelooflijk moeilijk. Wetend dat je mensen moet teleurstellen, dat je mensen, je moet ze ontslaan, die komen. Ja. Noem het maar op. Ja, dat is een hele. Maar ik denk dat meer ondernemers of daar in diezelfde situatie zitten. Maar je moet iets doen. En ik heb voor mezelf altijd dat beeld gehad van, ja, je moet of die armen afhakken om te overleven. Liever nu 1 keer hele goede pijn en dan kijken wat verder, dan dat je maar een soort rottingsproces krijgt waarbij we wel doorkabbelen, maar waar het uiteindelijk toch zodanig moet zijn dat we moeten gaan afbouwen. In ieder geval in de situatie waarin ik met heel veel personeel zat. Ik zat met 29 mensen op de loonlijst, waarvan 19 in vaste dienst. Dus het is gewoon te zwaar om te dragen, ook met de maatregelen die de overheid allemaal aangekondigd heeft. Dat was gewoon niet te doen. En met hindsight, het is altijd lastig. Laat ik het anders zeggen, ik werd vorige week gebeld door een vriend van mij, die heeft een horecagelegenheid in Amsterdam. En die zei, Peter Paul, je bent ervaringsdeskundige, hoe is het om failliet te gaan? En toen zei ik kan het je niet aanraden. Dus probeer een andere weg te vinden. Dus het is niet dat het nou
heel licht is of dat ze er zomaar overheen stapt. Maar als ik dat toen niet gedaan had, kan ik je garanderen, hadden wij hier nu niet gezeten. Nee. Want door dat te doen, hoe gaat dat ook? Ik heb 's ochtends de faillissementaanvraag ingediend in Den Bosch, fysiek. Dan heb ik mijn personeel ingelicht, rond een uur of 12. En rond een uur of 2 kreeg ik een telefoontje van de curator. En die zei, we komen eraan en nergens aankomen. En dan mag je vervolgens helemaal niks meer. Wat op zich heel goed is, die curator doet gewoon zijn werk. Maar je staat wel, ik stond toen helemaal buitenspel. Dan krijg je een periode van onderhandelen met de curator. Onder andere over het terugkopen van de inventaris. Want ik dacht, ja, als niemand die inventaris nu terugkoopt, alles wat hier staat, wat jullie hier zien, maar aan het hele gebouw, dan is er ook helemaal geen doorstart meer. Nog voor mij, nog voor wie dan ook. Want dan maakt de curator het gebouw helemaal leeg. Mm-hmm. En dan, dan moet er maar iemand hier weer helemaal opnieuw gaan beginnen. Ja. Dus dan heb ik in die onderhandeling voor een redelijk goed bedrag, maar alsnog een hoog bedrag, weer de hele inventaris teruggekocht. Je eigen spullen kocht je terug. En, ja, ik kocht eigenlijk de eigen spullen. En dat was een soort rustmoment. Toen dacht ik, oké, nu ga ik eventjes op vakantie. En nu heb ik iets waar we met het bestaande teampje van 6 mensen, we zijn hier nu, ook nu, met 6 mensen doen we de hele weier, waarvan 2 schoonmaaksters, 2 mensen die beheer doen en 2 mensen die administratie doen en ikzelf. En Stella doet alles wat met promotie te maken heeft. En dat is het. En doordat we nu met zo'n heel klein teampje zitten, kunnen we ook, kunnen we het op deze manier ook wel weer aan. En zijn we ook heel sterk in een tijd die extreem onzeker is. Want jullie weten ook, dadelijk gaat er weer wat gebeuren en krijgen we een tweede golf. Dan kunnen we het uit droog houden. Maar dat is natuurlijk wel wat er op dit moment speelt. Ben je nou niet bang voor een nieuwe lockdown? Want je kunt niet nog een keer een faillissement aanvragen. Nee, maar het hoeft ook niet. Want omdat we dus nu op zo'n lage personeelskosten met name zitten. En ik geen hele grote spannende dingen programmeer op dit moment met grote consequenties of lange termijn verplichtingen. Dus wat we nu doen, dat zijn nieuwscafé. Nou ja, jij zit hier als vrijwilliger. Iedereen is hier als vrijwilliger, dus ik hoef geen artiest te betalen. Ik betaal wat personeel voor techniek en dergelijke. Nico is hartstikke duur, maar daar blijft het dan zo'n beetje bij. Een muziekcafé is niet zo duur. Leon van der Zanden heb ik een goede deal mee en een goede relatie mee. En zijn we andere dingen aan het doen. Ik heb Cultuur en Cappuccino. Die mensen die komen voor de kassa. Dus die spelen voor de kassa. Dus wat mensen geven, dat krijgen ze ook. Dus daar heb ik dan ook doe ik bijna alles zelf. En met hulp van vrijwilligers, daar kom ik zo nog op. En we hebben nog film natuurlijk. En film is ook niet zo heel moeilijk te organiseren. Dus een soort bazaal programma waarbij je eigenlijk geen bel kunt vallen. Maar goed, betekent dat je staat eigenlijk, als je hier klaar bent, ga je zelf achter de camera staan. Je staat achter de bar. Ja. Je doet wel andere dingen dan je voor de zomer deed. Ja, maar ik vind het ook leuk. Want het is weer, het is misschien raar om dat nou zo te zeggen, maar het is wel weer een soort startfase. En waar we kunnen kijken, wat kunnen we weer opbouwen? Een fase waarin je eigenlijk helemaal niks kunt en alleen maar moet afbreken, ja, dat is lastiger. Ja, nou heb ik begrepen dat jullie werkten zonder subsidie van de gemeente. Daar is wel een kentering in gekomen. Ik heb begrepen dat de gemeente begrepen heeft dat dat niet kan. Ja, dus zo kun je het wel zeggen. Hoe gaan ze dat nou organiseren? Ik heb een begroting gemaakt voor deze maanden, september tot en met december, wat het allemaal kost. Ook als ik met veel vrijwilligers werk en als ik de horeca meetel en alles wat hier maar aan geld binnenkomt en wat er aan geld uitgaat, dan kost het alsnog geld hier. En dan heb ik bij de gemeente aangeklopt of ze dat willen bijdragen, ervan uitgaan dat er 50 mensen of 100 mensen, afhankelijk van type voorstelling, 50 of 100 mensen per voorstelling komen. Die komen er niet, dus ik loop sowieso toch een financieel risico, dat is prima. Maar dat ze een soort coronasubsidie geven, want het is wel in coronatijd, we hebben geen normale omstandigheden. En dat gaat om rond 4.500 euro per maand. Dat is de vraag die ik heb gelegd. En daar hebben ze positief op gereageerd, maar het is nog niet rond. Nee, de gemeenteraad moet nog groen licht geven. Er moet iemand nog ja op zeggen. Ja, maar goed, als je 4.500 euro per maand, als ik dat even vergelijk met een kilometer of 20 verderop, in Kuik, Schouwburg, dat is peanuts. Ja. 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 Nee, maar goed, het is wel goed in ieder geval dat de gemeente begrijpt dat je geen theater kunt draaien, helemaal nergens in Nederland, zonder subsidie. Ja, klopt. Nou, we hadden het bijna gekund als er geen corona was geweest. Dan hadden we dankzij ook de hele huur die er aan verbonden is en alle andere activiteiten die we organiseren,
we hadden het eigenlijk net op orde. Dat is echt zo dat we gewoon dit jaar, zonder dat er geld bij moest, hadden kunnen draaien. Ja. Wieke, wat vind jij ervan om hier weer te zitten na de zomer? Ja, ik vind het ook heel fijn om hier weer te zitten en hier weer te zijn natuurlijk. Wat dit verhaal betreft, ja, ik begrijp het heel erg goed. Het is ook echt doorvoelen, want Peter Paul en Stella die doen dit charitatief, die doen dit vrijwillig. Die lopen hier elke dag rond omdat ze iets willen bieden. En die corona kwam en je realiseert je gewoon heel erg, we kunnen niet doen wat we willen doen. Dus je kan er dan nog steeds geld in stoppen, maar je kunt het product niet leveren waar je mensen gelukkig mee wil maken of waarmee je een positieve invloed wil hebben. Dus in die heb je daar dus ook nog de emotionele component. Ik denk ja, ik begreep het heel goed. Ik begreep de beslissing absoluut heel goed. Ja. Ja, hoe moeilijk het ook was. Ja, ja. Nou, en ik moet ook zeggen, want we hadden een soort crisisteam. Voor mij kwam de klap pas daarna. Zeg maar. In dat proces begreep ik het heel goed. Ja. Tot je thuis kwam te zitten. Ja. Ja, goed, gaan we het straks over hebben. Ja. Ja. Peter Paul, nu klein beginnen, tot december zo'n beetje. En dan hopen dat je weer vol gas kunt gaan geven. Ja, dit is een beetje het minimumprogramma wat we nu hebben. Dat wil ik eigenlijk proberen hand te haven. Ook in de komende maanden, die 5 activiteiten die we net hebben. En ik kijk 4 maanden vooruit. Dus ik zit nu te denken over januari. Wat zouden we dan eventueel erbij kunnen doen? En ik moet zeggen, ik ben op dit moment best voorzichtig. Want de tweede golf staat erop uitbreken. Dus ik ben nog niet heel actief bezig. Maar stel dat het wat beter wordt. Ja, dan kunnen we er wat dingen bij programmeren over 4 maanden. En impresariaten en artiesten die staan niet te popelen. Maar ze vinden het wel heel erg fijn om hier te komen. Mm-hmm. We hebben nog steeds een deal met Martijn. Die jullie wel kennen. Die het restaurant draaide. Ja. Die werkt nu als heeft zijn eigen cateringbedrijf. En die levert ook zijn diensten hier. We hebben gisteren een huwelijk hier gehad. Waarbij wij de locatie doen en Martijn de hele horeca regelt. Nou, dat kijken of we op die manier ook verder kunnen gaan. Dus mensen kunnen hier nog steeds lekker eten als ze komen optreden, die artiesten. Dus ze vinden het heel erg leuk om te komen. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. We gaan het afwachten wat het gaat opleveren over 4 maanden, Peter. Jij mag achter je camera gaan staan. Ja, dankjewel. En dan gaan we de stoelendans doen. Dankjewel voor jouw toelichting, Peter Paul. Ik heb hier achter mij zitten Monique en Pierre. Als jullie op de bank komen op 1,5 meter afstand. Jullie hebben een eigen microfoon. Dat is allemaal schoongemaakt en alles. Ja, dat ben ik. Ja, nou, welkom. Leuk dat jullie er zijn op deze eerste na corona. Niet na corona, maar in ieder geval na zomerse nieuwscafé. Monique, ik ga met jou beginnen. Je hebt een boek geschreven, een kinderboek geschreven. Het gaat uitkomen in de Kinderboekenweek. Wanneer is dat? Ja, Kinderboekenweek begint volgens mij woensdag. En duurt 10 dagen. Daarom moet ik even nadenken. Vroeger was dat een week. En nu 10 dagen is langer. Het is nou de kinderboek 1,5 week. Ja, alleen mijn boek heeft iets vertraging opgelopen. Dus komt het laatste weekend uit. Ja. Maar er komen heel veel mooie boeken. Dus. Ja, ja, maar hoe komt het? Te laat bij de drukker? Of was je niet genoeg snel moet schrijven? Illustrator had een beetje vertraging opgelopen. Oké. Okay. Ja, dat kan. Geen ramp natuurlijk. Het is geen ramp. Nee, precies. Jouw boek? Wat voor boek? Een lied van licht. Ik heb alleen maar een printje. Want het boek is er nog bij de drukker. Ik zal het even uit de plastic halen. Al spiegelt het, denk ik. Dit wordt het omslag. Het avontuur van je leven staat erop. Ja. En dat kun je op 2 manieren lezen. Het avontuur van je leven, van wauw, dat is pas een avontuur. Maar ons leven is ook een heel avontuur. En dat hebben we eigenlijk dit jaar heel erg mogen ervaren. Want niks is zeker. Nee. En het kan heel spannend worden. Ja. En hoe doe je dat dan? Maar ja, goed, maar wat is het avontuur in het boek dan? Dat is het avontuur van je leven. Het begint met de vraag van een kind aan zijn opa van, of aan haar opa, de genderneutraal, zoveel mogelijk, want dan kan elk kind zijn eigen naam invullen. Waar was ik eigenlijk voordat ik geboren werd, voordat ik in mama's buik begon te groeien? Was ik toen niemand? En als je doodgaat, ben je dan weer niemand? Hoe kan je nou niemand zijn? En
wat doe ik hier eigenlijk? Waarom ben ik hier eigenlijk? Waarom zijn er bomen? Waarom zijn er planten? Eigenlijk gewoon vragen die kinderen stellen. En vroeger was er een antwoord vanuit de kerk. Dat is alweer een tijdje achter ons. Veel ouders hebben daar niks meer mee. Het hoort een beetje bij de verleden tijd. En ik heb eigentijdse beelden, eigentijdse woorden willen geven aan iets wat eigenlijk al heel oud is. En ook zo neutraal mogelijk. Dus niet gerelateerd aan een godsdienst, aan een bepaalde spiritualiteit, aan een bepaalde tak van wetenschap. Ieder kan zelf invullen hoe je het oppakt. En dat gebeurt ook. Want dit boek is eigenlijk een voor kinderen geschikt gemaakte versie van dit boek waar u de kaart van gevonden hebt op tafel. Dit had het kinderboek moeten worden 3 jaar geleden. Maar op de een of andere manier is het zichzelf mee gaan schrijven en werd het een boek voor volwassenen. Dat ben ik toen zelf gaan uitgeven, anders was het uitgegeven geweest. Mm-hmm. En het is heel succesvol, want ik geef tegelijk met het kinderboek nu de tweede druk uit. Ja, maar dat gebeurt dan gedurende het schrijven dat je denkt van, het wordt toch geen kinderboek. Je komt in zo'n flow en het gaat een andere kant op als je dacht. Dat is het leuke van schrijven. Ja. Maar wat is de kern van het boek dan? Of van beide boeken? Van beide boeken is eigenlijk dat ik doe niets nieuws. Ik introduceer de gedachte dat er twee werelden zijn. Een wereld zonder tijd en vorm en een wereld met tijd en vorm. Maar dat is eigenlijk toch wel redelijk spiritueel, of niet? Dat hangt er maar vanaf. Als je in de kwantumfysica kijkt, is er buiten deze wereld van tijd en vorm een wereld van informatie. En die informatie neemt, als wij daar bewustzijn aan geven, een bepaalde vorm aan. Dus je kunt het ook op die manier zien. Als je esoterischer bent, spiritueel, dus niet zozeer gebonden aan een kerkgenootschap, maar losser, dan kun je zeggen het is een wereld van bewustzijn. Maar ik zie het als een wereld van levenskracht, die noem ik dan licht, die personaliseer ik. Want je kunt alleen maar in beelden praten daarover. Wij kunnen niet zonder een beeld. En licht is voor mij de levenskracht die mijn bloed laat stromen, die het sap in de bomen laat stromen. Gewoon alles laat ademen en leven. Maar omdat we in een wereld van tijd leven, is er een begin en een eind. En alles verandert, alles blijft veranderen. Was er een specifieke aanleiding om het boek te schrijven? Is er iets in jouw leven gebeurd waardoor je dit helderder ziet of waardoor je de urgentie voelde om het boek te schrijven? Eigenlijk heel mijn leven is de opmaat geweest, denk ik, hier naartoe. Ik had dit ook niet eerder kunnen schrijven. Daar staat zoveel in, dat gaat best diep. Daar heb je toch een bepaalde mate van levenservaring voor nodig, denk ik. En ik wil wat ik zie is dat we met z'n allen bijna in een grote centrifuge zitten van snelheid en maar steeds verder naar de buitenkant gedrukt worden. En het heel moeilijk wordt om tegen die kracht in naar binnen toe te komen. En dat is eigenlijk in coronatijd gebeurd. Alles viel stil. Nou, je ziet het wasgoed vallen, zeg maar. En alles wordt stil om je heen. En wat nu? Wie ben ik? Wat ga ik nu doen? Wat moet ik nu? En daarvoor heb ik mensen, ik wil graag mensen handvatten geven. Hoe praat je met kinderen over deze laag in ons leven? Hoe doe je dat zelf in tijden dat je het moeilijk hebt? Mm-hmm. Heb je hier iets aan? Ja, maar goed, je hebt het boek geschreven voor kinderen van 7 tot 12, als ik goed begrepen heb. Klopt. Dit is wel moeilijke materie voor die kinderen van die leeftijd. Het was ook heel moeilijk om te schrijven. Maar ik denk, ik krijg voor iedereen die mee proef gelezen heeft. Ook kinderen hebben mee proef gelezen. Ik heb het heel toegankelijk kunnen maken. En daar ben ik heel blij mee. Het is terug naar de basis heel eenvoudig geworden. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Als je helemaal naar het middelpunt komt. En wat is dan de belangrijkste les? Als je in de stroom van het leven mee wilt, moet je niet vasthouden aan wat geweest is. Dat kan niet, want dat is geweest. Dat is voorbij. Je zult mee moeten om een gezonde omgeving te kunnen creëren met elkaar. En daarvoor is het belangrijk dat we verbonden zijn met onze levenskracht, met onszelf, maar ook met al het andere om ons heen. Verbinding, creativiteit, volg je hart. Ja, eigenlijk wat we om ons heen ook veel horen. Wat we in het begin van corona zagen, nou, dat was geweldig. Hoe mensen ineens. Dat is niet iedereen het mee eens, hoor. Maar nee, nou, wat ik heb, heel veel dingen heb ik gezien en gelezen. Mensen begonnen muziek te maken voor anderen. Gewoon de kleine initiatieven bedoel ik dan, die dingen.
Dus die zagen van hoe anderen het moeilijk hadden en dan hun talent inzetten. Van, nou, ik zit toch stil thuis, nu ga ik iets doen voor een ander. En ja, hoe mensen op balkons samen gingen zingen, hoe ze die verbinding op een andere manier zochten. Wij zijn heel creatieve schepsels eigenlijk. Ja, daar komen we nou achter. Want ja. Jij bent ook van de Wereldboom, hè, in Fortemullen. Dat past wel helemaal in dit plaatje. Hè? Jullie hebben het. Hoe moet ik het zeggen? Het is een vlucht uit het jachtige leven wat jullie een beetje doen bij de Wereldboom. Het moet allemaal wat. Maar kan wel wat rustiger. Terug naar de basis. Ja. Om zowel je te verbinden met alles om je heen. Daarom hebben we ook een kudde schapen. Gewoon, dan kun je niet hard lopen, want schapen lopen ook niet hard. Maar ook je verbonden te voelen, om dat gewoon te ervaren, moet je. Als je niet rustig aan doet, ervaar je het niet. Nee. Want ik ken de Wereldboom niet, moet ik eerlijk bekennen. Wat voor mensen komen daar? Voor wie is dit bestemd? We hebben in het begin ons heel erg gericht op ouders en kinderen. Maar er komen ook, ja, er komen allerlei mensen. Kunnen gewoon langskomen, een uur of. Ik weet niet of er mensen zijn die de Schutkooi kennen in Fortemullen. Daar zijn wij onderdeel van. Dat is een erf waar heel veel mensen dit proberen vorm te geven. Vooral de eenvoud op een prachtige plek te ervaren. En even bij te komen. En wij horen van heel veel mensen, wat is het hier geweldig, mooi. En wat straalt alles veel warmte uit? De aandacht naar elkaar toe. Dat is eigenlijk de basis. En daarop kun je bouwen met z'n allen. Ja. Hey, je zegt net, de was is gevallen. En iedereen, ja. Maar begint langzamerhand weer een beetje te draaien. Ja. Kun je mensen een tip meegeven om uit dat jachtige te blijven? Of niet weer aan de buitenkant van die trommel vastgeplakt te raken? Ja. Bouw momenten van stilte in, hoe dan ook. Of het nou een wandeling is in de natuur, of luisteren naar muziek, of je gaat naar een kerk. Of maakt helemaal niet uit, maar kom even bij jezelf en ontdek de rijkdom van binnen. En dan kom je heel ver, denk ik. En dat is wel wat mensen nu noodgedwongen hebben gedaan, denk ik, de afgelopen half jaar. Ik denk dat veel mensen ook ervaren hebben dat ze veel creatiever zijn dan ze zelf ooit gedacht hebben. In het vinden van nieuwe wegen. Ik meen dat we daar dadelijk ook meer over gaan horen. We moeten wel. We moeten wel. Ja, precies. Pierre, ken jij de Schutkooi? Zeker. Ik kwam vroeger al op die boerderij van de familie Melis. En die hebben wel een bijzondere indruk op mij gemaakt, want die waren protestant. En mijn vader dreef handel met hun, goed, zoals ik dat van hem geleerd heb. Maar dat heb ik vaak meegemaakt. Dan gingen ze bidden. Die hadden een gezin van 9 kinderen of zo. 14. Ik wist veel kinderen. En dat is mij altijd bijgebleven. Overigens, als ik jou zo hoor praten, denk ik, ik had misschien straks beter even eerst een uurtje naar Manie kunnen gaan. Misschien minder gestrest hier 5 minuten voor het begin binnengekomen. Maar ik ben al zo'n paar keer bij de Schutkooi geweest. Wat vind je ervan? Ja, ik denk wel zeker door de corona, want ik zit te denken, want ja, we kennen elkaar niet. Maar die kleine dingen, en die hebben mij ook onthaast. Want je kon niks, en dan zit je voor de tv, of ik denk, wat hoor ik toch? Zit iemand met een gitaar voor het bejaardentehuis of zo? Je houdt niet voor mogelijk, ja, fantastisch. Dat denk ik wel, ja. Ja, en die centrifuge die gaat denk ik steeds harder. Ja, en als we niet oppassen, gaan we weer. Nee, daar werk ik ook aan mee. Dus misschien moet ik me verontschuldigen. Het is heel moeilijk om die tegenkracht vanuit jezelf in te zetten. Misschien een tweede golfje corona eroverheen of een derde. Ja, laten we hopen dat het vlug ophoudt. Ja, maar laten we liever niet op die manier. Maar laten we het wat we waardevol vinden wel proberen vast te houden met z'n allen. Want al voor corona was toch wel duidelijk dat we tegen allerlei grenzen aan begonnen te lopen. En dat heeft alles met elkaar te maken, volgens mij. Ja. Moeder Aarde, die schudt een keer. Ik moet ze even tot de orde roepen, alle 7 miljard. Ja, nou ja, goed. Wel gelukt, zou ik zeggen. Ja, precies. Ja. Ik durf het eigenlijk niet zo goed te vragen. Heb jij kleinkinderen? Sinds 14 januari. Ja, dat denk ik. Kleinzoon, Moos. Ja, oké, maar goed, is het nog te jong voor een dergelijk boek, dus. Dat denk ik wel. Maar ik kan hem in de kast leggen.
Ja, nou ja, precies. En dan, als je zover is, dan... Ik heb er een prentenboek voor. Oké, nou, leuk. Ik bedien alle leeftijden. Ja, oké. Okay. Nou, zo heel klein, die moet nog lekker bij zijn papa en mama. Nee, maar ik denk wel dat het goed is, want ik weet niet van wie het heeft, maar een beetje hyper de piep is hij al. Oh ja. Een beetje in de genen. Lijkt op opa, ja, ik snap het. Dat wil ik niet zeggen. Ja. Pierre, over hyper de piep gesproken. Afgelopen maandag had het in Boxmeer hyper de piep moeten zijn. Ja. Daags na de Tour. Ja. Dat ging even niet door. Nee, balen. Ja. Hoe heb jij de afgelopen drie weken, of de drie weken ervoor, naar de Tour de France gekeken? Snap je wat ik bedoel? Ik heb daar met open mond, met verbazing naar gekeken. Hoe jullie hier zeggen van, het wordt te druk, te veel mensen op elkaar is onverantwoord. Ja. En daar stonden ze boven op elkaar in de bochten, in de bergetappes, bij de finish. En dan denk je van, ja, op die manier had ik het hier best kunnen doen. Nee, dat klopt, maar dat is geen reden om nou te zeggen, zie je wel, we hadden het moeten doen. Want als er dan echt iets misgegaan was, waar we voorbeelden hebben, dan had ik natuurlijk ook met mijn vrolijke zwarte krullen in de krant gestaan. Maar dan was het... in jouw krant. Maar dan weet je, dan had ik me toch wel schuldig gevoeld. Nee, ja, ik denk, ja, wij moeten die verantwoording nemen. Misschien excuses voor al degenen die ik nog lang de hoop heb gegeven dat het door zou gaan. Dat wist ik eigenlijk al lang. Ja, waarom doe je dat dan? Ja, weet je, de horeca, de tribunebouwer, licht en geluid, de renners, de wielerliefhebber, kan er wel even doorgaan. Maar die wilden het allemaal graag. En de burgemeester ook. We hebben iets eerder de stekker eruit getrokken. Die zei, ja, we kunnen nog tot 1 augustus wachten. Maar goed, die politieagent op de straat, die zei, ja, Pierre, ik weet niet hoe jij dat gaat doen. Maar fantastisch dat je de entree eraf gegooid hebt. Maar je weet bij God niet wat er op Boxmeer afkomt. Nee, misschien zelfs omdat heel veel mensen lang thuis hebben gezeten. Nou, ja, die zijn precies, blij dat ze weer iets kunnen. En die denken van, hoppakee. Ja, en een aantal renners, en niet de minste, die zeiden ondanks het drukke programma, nee, als het doorgaat in Boxmeer, dan gaan we naar Boxmeer. Dat hadden ze ook voor anderen gedaan. Want ja, ze moeten toch die wielerliefhebber ook plezieren. Ja. Ja. Hebben jullie daar nog financieel last van dat het niet doorgaat? Ik bedoel, je hebt natuurlijk altijd je inkomsten van de sponsoring enzovoort. Ofwel heb je genoeg zet op de bot om het volgend jaar weer door te laten gaan. Ja, nou, ja, volgend jaar gaat die door, mits, dat weet ik nu al, onze hoofdsponsoren en dan hebben we het al over het grootste bedrag. Die leiden er niks onder, wie dat zijn, dat kan iedereen op internet zien, op onze site. En een aantal zeggen, ja, ik weet het niet. En een aantal hebben ook de contributie of de sponsorbijdrage betaald. Dus eigenlijk hebben we al meer op onze spaarrekening staan dan dat we eigenlijk verwacht hadden op dit moment, op deze dag. Dus ja, het wordt een beetje saai, maar ik zit er niet over in. Nee, ik ben ook geen pessimist, maar goed, als jij dat bedoelt, ja, volgend jaar kan doorgaan. Ja, als? Ik heb al gezegd tegen je concurrent, van mijn kop eraf als het niet doorgaat, maar wel wat ik net zei, mits. Met ze toegestaan is. Ja, precies. Ja. Als er een vaccin is en als alles weer veilig is. En, ik denk dat ook niemand, en ook van de kijkers, echt nonchalant is, maar we moeten het wel echt serieus nemen. En dan hebben we het over een wielerronde. Oké. Okay. Weet je, dus dat is noodzakelijk om te leren. Een van de hoogtepunten in Boxmeer. Dat wel. Nee, maar daarom zet ik me er ook voor in. Maar goed, als het dan uiteindelijk ten koste van de gezondheid gaat, dan denk ik niet dat we goed bezig zijn. Nee. Was jij gegaan, Riek, naar de dagen naar de Tour? Ik hoop het wel. Als het was georganiseerd, jawel. Ja. Jawel. Trouwe bezoeken. Dat sowieso. Ja, het blijft natuurlijk heel erg lastig. Ik merk het bij mijn vrienden in Amsterdam ook. Ga je wel, ga je niet? Weet je wel, daar zijn toch inderdaad best wel veel kroegen open. Je kunt ook af en toe wel eens ergens gaan dansen. Doe je dat wel, doe je dat niet? Mm-hmm. Ik denk het hangt ook heel erg af op dat moment hoe jij je eronder voelt en hoe die regels zijn afgesproken. Ik denk ook, zolang je er niet echt heel erg direct in jouw omgeving mee te maken hebt gehad, blijft het toch ook lastig om echt te doorvoelen hoe belangrijk het is. Dus ik probeer me wel zo goed mogelijk aan de maatregelen te houden ook. En ik merk om me heen dat het gewoon echt een heel persoonlijke keuze is geworden. Mm. En dat is wel gek, eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
Pierre, we zouden het ook even hebben over de woningbouw. Vorige week riep Erik Ronders als gedeputeerde van de provincie Brabant. We moeten 220.000 woningen in Brabant gaan bouwen de komende 30 jaar. En dan zouden er in 20 jaar hier in Boxmeer, ik geloof 1600, moeten komen. Dat lijkt heel veel. Nou hebben we een kritische lezer van het nieuws hier in Boxmeer. Die had al uitgerekend van nou, dat zijn dan 6 woningen per dorp per jaar. Dat schiet ook niet op. Nee, ja, weet je, er is gewoon een enorme behoefte aan woningen. Ik zal niet vanuit mijn eigen praktijk gaan spreken. Maar ik ben ook lid van de vastgoedsociëteit. Daar was je vorig jaar ook bij, toen de vorige gedeputeerde er was. Dat is een enorme vraag. Als ik zie van alle woningen die er gerealiseerd zijn, allemaal de laatste 5 of 10 jaar, zeg wat, die zijn allemaal gevuld. Mm-hmm. Het een was ooit te ambitieus, het ander was misschien iets te klein. Maar uiteindelijk vindt het allemaal een bestemming. En ik denk wel dat de overheid, die ik noem het dan maar flexibele bestemmingsplannen, die moet er eigenlijk ook aan meewerken. Weet je, moet eigenlijk de markt zijn werk laten doen. En ik ben een deel van die markt. Ik verdien er ook aan, laten we daar geen misstand over hebben. Maar weet je, als onze concurrent een torenflat bouwt met allemaal kleine appartementjes die niet te huur of te verkopen zijn, ja, weet je, dan ga ik, als ik zin heb om te investeren, niet hetzelfde bouwen. Dan ga ik misschien patio bungalows of villa's of zo. Weet je, je moet die markt zijn werk laten doen. Maar ja, maar goed, ik roep het al 20 jaar. 10 jaar geleden zei ik ook al, we lopen 2000 woningen achter. Nou ja, dan kunnen we allemaal met de vinger gaan wijzen naar elkaar. Maar meestal niet naar onszelf. Maar goed, ik denk dat we z'n allen de hand in eigen boezem moeten steken. En dat vind ik het goede van Erik Ronders. Die zegt, joh, de schouwers eronder. En laten we het gaan doen. En ze staan allemaal te trappelen van ongeduld. Ja. Want dat is toch wel, er is geld genoeg om te investeren in die woningbehoeften te voorzien. Nee, precies. Want dat zeg je wel een belangrijk ding. Hè? Want de provincie kan zeggen, ja, we moeten 220.000 woningen bouwen. Wie gaat dat betalen? Dat zijn de projectontwikkelaars. Ja. Die zullen eerst een woning verkocht willen hebben voordat ze hem de steen op elkaar gaan stapelen. Ja, ja. Ja, dat klopt. Nou, ik ben er zelf één van, maar hier zijn ook de projectontwikkelaars minder gulzig als in Amsterdam. We kennen allemaal die voorbeelden van internationale beleggers die een appartementencomplex bijvoorbeeld in Dordrecht kochten. En daar wonen allemaal wat oudere mensen die echt geen dik pensioen hadden, wellicht geen pensioen. En die huren die gingen allemaal vanuit de huurtoeslag, allemaal €800-900. Ja, weet je, dat zie je hier gelukkig niet. Hier zijn er een aantal die toch investeren waar behoefte aan is, waar we ook rekening gehouden wordt, maar dat mensen ook in aanmerking kunnen komen van huurtoeslag. De woningbouwverenigingen, die hoor of zie je niet. Excuses dat ik het zo zeg. Maar die zijn er eigenlijk voor de sociale woningbouw. En hier in het land van Kuik zijn nogal wat investeerders die zijn bereid om dat geld of die vraag om in die behoefte te voorzien. Van de sociale woningbouw. Nou, dat is, ja. Nou goed, ik kan me nog de vorige keer hier herinneren. En toen was iemand die bij de Weijer werkte. Zei, ja, Pierre, ik ben nooit gedwongen naar Gennep moeten gaan. Ik betaal nu €900. En ik zou eigenlijk liever minder dan 720 in verband met die huurtoeslag. Want dan kom ik met mijn vriendin voor €300 huurtoeslag in aanmerking. Mm-hmm. Dan betaal ik maar 300 of 400. Dan heb ik €500 of €600 meer te investeren. Nou, hij was hier aan het serveren. Wat waren alle projectontwikkelaars, waren hier en aannemers en makelaars. Hey, ja, dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld, hè? Nou, die dingen die staan in de steiger, die gebeuren. Het is ook van wat dan MSD, maar 200, 300, 400 mensen, maar die zoeken ook woningen voor stagiaires. Maar er wordt ook al aan gewerkt, is de gemeente ook flexibel in. Maar we hebben ook zo'n project, hebben ingeruimd om te parkeren daar. Maar die stagiaires of die expats van die multinationals, ja, die hebben eigenlijk ook geen auto. Want die snappen hier het verkeer niet. Student uit China of Mexico of zo. Weet je, dus nou ja, al die dingen wordt wel nageluisterd. En dan is het zo, ja, volgend jaar riep Van Merrie en Boer ook bouwen. Maar ja, zo makkelijk is het natuurlijk ook niet. Nee, precies. Maar ze moeten er komen. En ze gaan er komen. Dat is denk ik wel het goede in het hele verhaal.
En dan hebben we geluk met Erik Rondes, denk ik. Met alle respect voor Van Merriënboer, wat hij gedaan heeft. Maar ik denk, ja, Erik, nou ja. Hij zal Boksmeer niet zo snel op de laatste plaats zetten. Nee, hij kent ja. de streek, dus dat is wel een voordeel voor wat dat betreft. Ja, ja, precies. Ben je nog ergens specifiek mee bezig op het moment qua woningen? Ja, dan moeten we een half uur verlengen. Nee. Bij Sassenhof in de Steenstraat hebben we al 14 appartementen gebouwd. Nee, 12. Daar zouden we in de Steenstraat ook 12 gaan bouwen. Daar moet ik ook mijn complimenten naar de gemeente maken. Naar hetgeen wat ik net zei. Van, er is er meer vraag naar woningen voor een lagere huurprijs. Zijn we naar de gemeente gegaan en gezegd, god, wij willen meer appartementen maken daar, kleinere. Dan zeggen ze, ja luister, bestemmingsplan, dat het hele verhaal besparen. Dat gebouw mag niks aan veranderen, maar we mochten er wel meer in maken. Nou ja, volgens mij zit ze met de stempel klaar om die erop te slaan. Dus dan gaan we doen wat vier patio bungalows. Ja, nou zit ik mezelf nog te promoten wat ik niet wilde doen, maar langs de Baronie, het hotel, is ook een stuk grond. Daar gaan we appartementen bouwen. Ik denk van de gemeente mogen dat 10 bouwen. Maar ja, we willen graag maximaal rendement. Misschien nog wat meer als het kan. Maar ik denk dat het moeilijk is. Naast de Lidl, daar zitten ook nog 3 van die lelijke puisten. Schaam me ervoor om te zeggen dat ze van ons zijn. Maar goed, daar willen we ook wat gaan doen. Maasbroekse blokken. Daar wordt ook over gesproken. Daar zijn we maar een klein spelertje in. Maar daar zouden 400 tot 450 woningen kunnen komen. Mm-hmm. Nou, je bent bij ons geweest waar wij nu met de auto zitten. Bij onze automotorafdeling op de Graafse Weg. Daar zijn plannen en die zien er goed uit. Daar is de gemeente ook positief over. Er zitten natuurlijk allerlei dingen hangen eromheen. Die dat niet makkelijk te maken. Maar die hebben het ook over 260 wooneenheden. Okay. Ja. Ja, maar goed, dus, en dan als je dan in Kuik kijkt, bij de oude Nutritia en zo, ja, je komt met Kuik, dan zijn eigenlijk wel een hele hoop plannen. Ja. En die woningen, die krijgen we, hoe weet het, die krijgen we aan de maandag, ik bedoel niet we, maar al diegenen die ermee bezig zijn, daar ben ik gewoon van overtuigd. Kijk, net zoals we voorstanders hebben we ook tegenstanders die al jarenlang roepen, joh, dit flauwekul, we vergrijzen hier. Ja. Maar dan heb ik hier ook wel een beetje de indruk. Oh nee, sorry. Ja, ik zie weinig jongeren, dacht ik net. Ja. Maar goed. Sorry Koos, ja. En, maar ja, weet je, dat is eigenlijk waar ik net mee begon. Daar krijgen we allemaal. Dan hebben we nog woningnood in Eindhoven. Trek de A77 door. In Gennep, gelukkig hadden ze op slot gedaan. Maar ja, dat bedacht. Er zijn ook heel veel plannen. Die zitten ook allemaal in het overleg waar wij in zitten. Dus of er zoveel komen, dat weet ik niet. Maar er komen er wel heel veel. De plannen zijn. En wij dragen ons deeltje eraan bij. Ja, ja. Nou, helemaal goed. Dank we gaan het in de gaten houden. Ja. Ja. ik ga Mindy vragen om deze kant op te komen. Die gaat even de stoelendans met Wieke doen. Die heeft haar eigen microfoon als het goed is. Ja. Nou, ga even zitten. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, leuk dat je er bent. We hadden het er van de week over. Je was hier al een keer eerder geweest. Ja. En dat was gewoon echt 7 jaar geleden al, hè? Ja. 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 We zijn dit jaar met de 8e jaargang van het Nieuwscafé begonnen. En dan is dat ergens in het begin geweest. Ja, je was een van de eerste, ja. Daarom. En nu weer. Dus en nu is, weer. Ja, super fijn om hier te zijn. Dankjewel. Ja. Nou ja, de aanleiding was natuurlijk, ja, we ontkomen er niet aan om het over corona te hebben. Ik zou het liefst af en toe eens een keer over iets anders hebben. Mm-hmm. Maar goed, voor jou heeft het natuurlijk nogal wat consequenties gehad. En voor alle artiesten heeft het consequenties gehad. Absoluut. Jullie stonden van het een op de andere dag op nul, met een lege agenda. Ja, en bij mij begon het in februari al. Ik ben sinds een aantal jaren ook fulltime zangeres. Ik heb mijn eigen bedrijf waarin ik wat muzikale concepten verkoop. En het liep heel goed. Ik had heel mooie plannen, ook om te investeren. Er stonden mooie concepten klaar. En in februari had ik voor 1 klant in maart 6 optredens staan. En die werden in februari al gecanceld. En ik weet nog dat ik toen
tegen mijn muzikanten zei ze, nou, bij mij zijn de eerste zes al weg. En toen werd er eigenlijk een beetje lacherig over gedaan van, nou, wij hebben nergens last van. En 2 weken later was de hele agenda leeg. Maar ook niet een beetje leeg, maar echt alles weg. Raak je dan niet ongelooflijk in paniek? Ja, omdat, kijk, het werk wat wij doen, dat is voor de buitenwereld leuk, showbiz, een beetje zingen, mooie hakjes aan, jurkje kopen. Maar het is onwijs hard werken. En als je dit doet, dan moet je dit doen omdat je er onwijs veel van houdt. Omdat je er heel veel passie voor hebt. Ja. Ik heb heel hard gewerkt aan mijn bedrijf de afgelopen jaren. En als dan in één keer alles voor je gevoel wegvalt, dan weet je ook even niet meer waar je naartoe moet of wat je moet doen. Dus dat is inderdaad wel schrikken. En de buffer die je hebt opgebouwd in een aantal jaren, die zie je gewoon verdwijnen. Gaat heel hard, hè? Ja, daar gaat het echt heel hard. Ja, 3 opgroeiende kinderen, hè, en een pup. En dat wil wel. Ja, die doe je dan niet zomaar even uit van, sorry. Wanneer ga je op kamers? Maar dat is een beetje jong, hè, met 16. Precies. Dat kost alleen maar nog meer. Dat moet je niet doen. Goeie tip, dankjewel. Nee, goed, dan word je een keer op een ochtend wakker. Ja. En dan denk je van, en nou weet ik het. Nou ga ik iets anders doen. Of werkt dat niet zo? Het was niet 's ochtends toen ik wakker werd. Die tijd in de lockdown hebben we ook gebruikt om heel veel te wandelen. Wat heel veel mensen waarschijnlijk ook hebben gedaan. Lekker de natuur in, wandelen. En ik was natuurlijk wel, ik maakte me wel zorgen. Maar op een gegeven moment miste ik ook gewoon het zingen. Mm-hmm. En of dat dan nou voor hele grote zalen is. Maar ik miste gewoon om te zingen. En toen had ik in één keer het idee van, nou, ik heb daar een mooi nieuw boxje. Had ik net in geïnvesteerd. Super fijn. Ik heb een laptop vol met liedjes. Ja. En de boxje werkt op accu. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon liedjes bezorgen. En ik heb geen idee of mensen daarop zitten te wachten. Zorg echt naar de mensen toe. Ja, en dat was tijdens een van die wandelingen. En ik zei tegen mijn man, hij zit daarboven. Ik zeg, weet je wat, ik ga het gewoon muziek op bezoek noemen. En dan kunnen mensen mij gewoon een persoonlijke boodschap sturen. Wat ze normaal bij een bosje bloemen schrijven. Hè? Van, goh, lieve oma, ik mis je en ik hoop je snel weer te zien. Maar dan kunnen ze een liedje uitzoeken. Ik bel aan als een soort van Robert en Brink. Ik doe een paar stappen naar achter. En dan lees ik de boodschap voor en ik zing het liedje. Ja. En dat vond ik wel heel eng in het begin, hoor, want ik vond het heel ongemakkelijk om in mijn eentje voor een deur te gaan staan. Want dat ben je niet gewend, je staat meestal op een podium. En mensen moeten je natuurlijk ook kunnen vinden. Ik bedoel, je bent tamelijk actief op Facebook. Een super sociaal mens. Ja. Maar ja, is dat dan een manier om jezelf een beetje te promoten? Om je PR te doen? Ja, in het begin heb ik gedacht van, nou, ik ga dat gewoon eens proberen. En kijken of ik daar kennis en vrienden mee kan verblijden. Dus dat heb ik eerst gedaan, omdat je eerst dan een beetje moet gaan pioneren van, ja, hoe ga ik dit doen en vinden mensen het leuk? Je had al proefkonijnen nodig. Ja, en ik had een dochter van 16 en die vindt het leuk om te filmen, dus die heb ik meegenomen. Die kon dan de reacties filmen, omdat de verzenders er natuurlijk zelf niet bij konden zijn. En dan ga je gewoon beginnen. En eigenlijk had ik meteen in het begin, al na de eerste paar, dat ik dacht van, oh, dit is wel echt iets heel bijzonders. Dit is heel tof ook omdat ik ook weer die directe connectie terugvond voor mezelf. Met muziek en met zingen. En wat de impact van muziek voor mensen kan betekenen. Ja, want dan sta je echt bijna 1-op-1 met iemand waar je voor zingt. Terwijl als je in de zaal zingt, dan staan er ergens wat mensen. Zijn de lampen mensen, zo fel dat je bijna niemand kan zien. Daarom, je weet dat ze er zijn, maar je ziet ze niet. Ja. Maar dan sta je echt letterlijk aan de deur met je sinaasappelkistje, met een bokje erin. Ja, ik had een appelkratje en wat tie wraps. En ik heb mijn vader zijn steekwagen gejat. Uh-huh. En het ziet er allemaal niet uit, maar het is voor mij wel heel bijzonder. En die blijft er gewoon in. Ja. En dan sta je daar voor de deur. Ja. Ja, en die mensen die hebben geen idee. Die denken, wat staat er nou weer voor mijn deur? Die worden overdonderd en dan sta jij daar en dan ga je iets voor ze zingen. En wat gebeurt er met die mensen? Ja, dat is heel verschillend. De ene die vindt het allemaal, maar die ziet ook een camera en denken, oh nee, ik wil helemaal niet een beeld, waar is dit allemaal? Maar op het moment dat ze doorhebben dat er dus iemand is die aan hun denkt. Mm-hmm. En die het zo bijzonder vindt om hun op deze manier een hart onder de riem te steken. Het moment dat ze zich dat beseffen, dan, dat is, ja,
onbetaalbaar eigenlijk, ook ja, voor die mensen. Ja, emotioneel? Ja, ja, ja. Ja, emotioneel blijdschap, maar ook emotioneel in verdriet. Ik ben ooit bij een man geweest die de eerste keer de verjaardag moest vieren nadat van zijn vrouw, nadat zijn vrouw was overleden. En zijn schoonzus had dan geregeld dat ik dan een liedje kwam zingen om hem toch even een hart onder de riem te steken. Ja, dat grijpt mij zelf ook aan. Dan zit ik inderdaad ook in de auto daarna en dan denk ik, oh, dit is toch wel... En dan is het niet eens emotioneel omdat hij het helemaal niet leuk vindt dat ik er ben, maar gewoon omdat het er ook echt binnenkomt. Ja. Maar kun je dat? Want je staat daar, je staat te zingen. En je ziet dat een man volschiet of zo, kan me dat voorstellen. Dan moet je zelf de boel ook maar droog zien te houden. Ja, ja, maar dat heb ik in de loop van de jaren ook wel geleerd, laat ik het zo zeggen. Ik heb ook veel uitvaarten die ik verzorg van live muziek. Mm-hmm. En de ene keer komt dat meer binnen dan de andere keer. Maar ik vind het allerbelangrijkste, het gaat daar helemaal niet om mij. Weet je, het gaat erom dat er voor mij gevraagd is om een lied te zingen voor iemand. En ik wil dat dat overkomt. En als ik dadelijk in de auto zit, dan dat hoeft niemand te zien. Dus dat gaat. Ja. En ik vind het fijn om het te kunnen doen. Zowel voor de verzender als voor de ontvanger. Is daar een markt voor? Heb je dat gemerkt? Word je veel geboekt wat dat betreft? Want je kost voor een liedje €50, hè, om het zo te zeggen. Hartstikke idee. Hoppakee, dat weten mensen ook gelijk. Ja, ja, heel fijn. Hè? In een kring van 15 kilometer rondom Mil is dat €50. En alles wat daarbuiten, daarna komt er een klein beetje bij. Maar dat heeft meer met tijd te maken. Maar goed, jij moet je inkomsten uit gaan halen. Dus daar vraag ik, is het rendabel om te doen? Nou, ik merkte natuurlijk in die hele strenge lockdown, dan mag je niet bij elkaar op bezoek. Punt. Dus daar was de urgentie wat hoger. En op het moment dat de richtlijnen wat versoepelen, merk je nu dat ik word gebeld door vriendinnen van een bruid, die niet op de bruiloft kunnen zijn, maar die dan toch nog even een cadeau willen geven met de vriendinnengroep. Bedrijven die hun klanten en hun leveranciers een hart onder de riem willen steken, omdat ze het zo zwaar hebben. Maar ook mensen die 60 jaar worden of jubilea. Het zijn nou echt feestelijke dingen waarvoor ik gevraagd word. En dat is ook wel weer heel fijn. En je zult misschien, stel dat dadelijk toch weer niemand hoopt erop, maar dat er dadelijk toch weer een uitbraak is. Ja, dan is er misschien toch ook weer meer behoefte om elkaar heel even te vertellen hoe erg je elkaar mist en hoeveel je van elkaar houdt. Ja. Ja. Ja, ja, precies. Maar nu zijn het dus al wel weer wat kleine feestjes of toch wel wat grotere feesten. Ja, nou, ik heb het geluk dat ik met mijn concept heel flexibel inzetbaar ben. Mm-hmm. Dus dat betekent dat ik met een duo kan komen of met 3 muzikanten. Okay. 4 is eigenlijk het max wat ik nu met een gerust hart durf weg te zetten. Dus heel veel bruiloften, ceremonies, borrels, diners. Dat begint nou weer een beetje te komen. Dat begon. En dan hoop ik dat dadelijk dat de richtlijnen het nog steeds toelaten dat er in aangepaste vorm toch nog de liefde gevierd kan worden. Ja, 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 mooi natuurlijk dat het, supermooi. Dat het zo kan. Hè? Ja. Ja, ja, precies. Nou, je gaat straks nog voor ons zingen. Ja. We gaan daar eerst even, ga ik jou weer de stoelen als Mieke laten doen. Dat is goed. Dan gaan we straks nog even verder. Ja. Ja, goed. Nou, dankjewel zover. Alsjeblieft. Ja. Ja, Wieke, kom weer zitten. Dan sturen we jou weer weg. Mindy, ja, als jij... Wat? Ja, jij mag ook weg. Ja, zeg maar. Je kunt ook hier komen zitten. Ja. Nee, dat kan. Ja, is dat, nee, dat mag echt niet. Ja, afstand is niet... We gaan gewoon even stoelen dan. Jij gaat even aan de zijkant. Deze is voor prima. Mij. We zien je zo terug. Prima. Het is even allemaal improviseren vandaag, hoor, de eerste keer. Maar dat is niet erg. Wieke, ik wou nog even met jou hebben over... Het hoe leven. En wat? Ja, het over hoe jouw en wat. Leven, ja, precies. Maandag ben ik bij jou geweest in Culemborg bij je nieuwe baan. Je bent de nieuwe directrice van de Franse School. Ja. Een ontzettend leuk theatertje in Culemborg. Maar er is in die tussentijd het verhaal van Peter Paul over het faillissement. En nu heel veel gebeurt. Je zei, ik zat in het crisisteam, ik snapte het, het was allemaal logisch, het moest zo. En dan kom je thuis en daar waren we dus straks gebleven. En toen kwam de klap. Vertel. Ja, ik zei straks al even, ik moet niet emotioneel worden, want ik zit hier natuurlijk in de setting dat kan. Ik kwam thuis te zitten en
ik identificeer me eigenlijk heel erg hoe dat voor artiesten ook geweest moet zijn. Mm-hmm. En wat Mindy net ook al aanhaalt, is van je moet een ongelofelijke passie hebben voor je vak. Wil je 5 dagen per week, 4 dagen per week, 3 dagen per week op een podium gaan staan? Want het is gewoon ja, best wel pittig. En ik kan voor mezelf alleen maar zeggen dat ik in ieder geval heel erg veel passie had voor mijn vak. En dat het ook best wel abrupt in één keer stopte. Ja. Dus toen ik thuis kwam te zitten, ik vond het was echt best wel heftig. Tegelijkertijd vond ik het wel heel fijn dat het heel erg duidelijk was. Dus ik had het nog vervelender gevonden als ik een soort van... kunnen we wat doen? Kunnen we niks doen? Kunnen we wel wat doen? Het was in ieder geval heel erg duidelijk. Ja. Het was gewoon voorbij. Dus dat betekende dat ik ook kon nadenken over... Oké, wat wil ik dan doen? Het voelde voor mij heel erg alsof de theaterwereld even... Niet altijd hoor, maar gewoon echt even... niet meer bestond. Weg, heel ver weg. Ja, heel ver weg. Ook omdat ik juist zeg maar de verbinding met iedereen... Dus echt... Dat misschien nog wel belangrijker dan wat er op het podium gebeurt. Mooi aan het podium vind ik dat wat voorstellingen doen, is dat ze echt een gesprek met je aangaan. Maar dat kan ook alleen maar in verbinding. Dus ik vond het gewoon zo'n raar, naar idee dat je heel klinisch binnen moest komen, je handen moest desinfecteren, afstand moet houden van iedereen. De meeste mensen kennen mij hier. Dat is ook iets wat ik helemaal niet zo goed kan. Dus ja, ik dacht gewoon, het is afgelopen. Ja. Ja. Maar goed, dan, je hebt verteld, hè, jij ging wandelen, je hebt het Pieterpad gelopen. Ja. Dat was eigenlijk een beetje wat Monique vertelde voor jou, een moment ja, van... Ja, precies, ik was dat wasje wat zo klunk. Ja. Ja, dat klopt. Ja, zeker, want ik was natuurlijk, ik was hier ook altijd mee bezig, ik was hier ook altijd. En ja, dat klopt. Ik kwam in één keer, dan kom je best wel bij jezelf uit van, wie ben ik eigenlijk? Wat is er belangrijk? Ja. En waarom? En wat wil ik? En wat wil ik? En ik had natuurlijk een instant onrust. Want ik vond het heel moeilijk om niks te doen. Dus ik ben ook begonnen met een studie psychologie. En ik dacht ook dat Pieterpad, dat kwam met een vriendin van mij. Die is in Estland gaan lopen. Die loopt nu nog steeds. Die belde mij wel, moet ik eerlijk zeggen, van de week op met... ik voel me zo verloren. Waarom ben ik te veel van het goede. Ja. Maar het was voor mij wel inderdaad de inspiratie om te zeggen, ik wil gaan lopen en dan maar in Nederland, want dan kan ik wel gewoon solliciteren en mijn dingen doen. Dat was heel erg mooi. En dan kom je inderdaad op dat oergeluk uit, dat er totale vrijheid en rijkdom is. En ik denk dat besef ook dat een coronacrisis in Nederland is geen coronacrisis elders. Ik bedoel, als je naar Amerika kijkt, ik zat daar toch redelijk comfortabel met mijn uitkering op de bank in mijn nieuwe huis. Het is hier gewoon ontzettend goed geregeld. Ja. Ja. Maar goed, dat is uiteindelijk niet wat je wil op de bank in je nieuwe huis. Nee, dat was niet wat ik wilde. Nee. 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 Dus ja, weet je. Maar goed, je denkt van, ik ga psychologie doen. Wat wil ik? En dan, ja, hoe ga je dan bepalen wat je gaat doen? Ja, ik denk dat daar toch ook weer een soort van toeval bij te pas kwam. Dus het mooie van het systeem is, je wordt gewoon gedwongen om te solliciteren. Dus ik hield de vacaturesites wel in de gaten. Culturelevacatures.nl bestaat gewoon. En daar kwam een vacature voorbij voor de Franse school. En ik was die aan het lezen en ik dacht gewoon, alles wat hier staat, dat kan ik gewoon heel goed. Ja. Dus toen ben ik daar op gesprek gegaan. Ik vond het wel spannend hoor, want ik dacht ook, het is een hele andere organisatie dan de Weijer. Het is echt alleen een theater, dus de hele verhuurtak zit daar niet bij. Er zit geen restaurant in, het is, ja, je bent er geweest. Dus je komt daar binnen en je gaat naar rechts, daar is een piepklein theater. Je gaat naar beneden en daar is een foyer en dan kun je lekker een biertje drinken. Dus het is in die zin makkelijker. Hm. Maar het is daar ook heel raar. Ik bedoel, het zaaltje hier... Kunnen 150, kunnen nu nog maar 50 mensen in. Daar kunnen er nu nog 32 mensen in. Ja. We zijn gewoon enorm aan het zoeken hoe we dat goed moeten doen. Maar het is jou, kijk, je was hier thuis. Dit was jouw thuis, hè? Je hebt hier 7,5 jaar gewerkt en dan moet je ergens naartoe. Kijk, je hebt hier op kunnen werken naar wat je uiteindelijk deed. Je bent klein begonnen en uiteindelijk deed je de programmering en alles erop en eraan. Ja. En daar kom je binnen
als mevrouw de directeur, ja, die het wel eens eventjes gaat vertellen. En dat lijkt me wel een hele andere positie dan je gewend was. Dat is absoluut een andere positie. Ja, maar ik heb gelukkig heel veel ruimte gekregen en heel veel verantwoordelijkheid hier. Dus ik heb genoeg geleerd om dat goed te kunnen doen. Ja. Ja. Maar het klopt wel. Dus je hebt en überhaupt dat theater is heel erg vergelijkbaar met de Weijer in die zin. Er zat 3,5 ton subsidie in. Die is er helemaal uitgetrokken. En in plaats van dat daar twee fantastische mensen zijn opgestaan en die hebben gezegd, iemand moet iets doen, misschien moeten wij dat dan maar zijn. Mm-hmm. Waren het daar 40 vrijwilligers. Dus dat, ja, theater heeft echt een tijdje op 40 vrijwilligers gedraaid. Op dit moment zijn het 80 vrijwilligers en 1 FTE, waarvan ik dus 24 uur invul. En die andere FTE die heeft 20 uur, maar die draait eigenlijk 40. Want het is voor hem ook een soort van... ook deels doet hij dat voor de gemeenschap. Ja, dat is natuurlijk... Het is anders. Ja, ja. Ja, ik zeg dat het is inderdaad anders, hè, wat je zegt. Je hebt daarboven, ik heb het gezien, een kantoortje. Ja, het mag bijna de naam kantoor niet hebben. Het is meer een uit de kluis gewassen boekenkast. Ik ben heel trots op mijn kantoor. Ja. Ja, maar goed, dan ben je daar 24 uur per week. Hoe vul je die in? Kom je 's morgens om 8 uur binnen met je achtertasje en ga je je dingen zitten doen en 5 uur weer naar huis? 3 dagen? Nee, het is een theater. Nee, dat is totaal. En dat zou ik ook niet... Nou, het is wel grappig. Je neemt natuurlijk het stokje over van iemand en die deed het op een hele andere manier. Dus die was niet aanwezig bij de voorstellingen. Op dit moment is dat voor mij ook wel even zoeken. Omdat ik hier ben natuurlijk heel erg gewend om van alles te doen. Ook op voorstellingsavonden en ook te programmeren. Dat hoef ik ook niet te doen. Daar is trouwens wel een ZZP'er voor in dienst nog. Maar ik vind dat als je... Dat heb ik volgens mij altijd geroepen ook. Ik vind dat als je programmeur, directeur bent bij een theater, dan moet je er ook zijn. Dus ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat ik bij de voorstellingen ben 's avonds. En ik wil ook wel kijken van hoe ik dat de komende tijd ga invullen. En het voordeel van 24 uur is dat je dus... je hebt lucht. Je hebt wel ruimte. Dus je voelt je vrijer op het moment dat je de deur uitloopt. En dat is ook wel wat ik geleerd heb van de zomer is... niets moeten. Gewoon de totale vrijheid van het niets moeten. En met 24 uur kun je dat ook meer loslaten. En hier was het ongoing. Ja. Ik ben hier nog nooit de deur uitgelopen dat ik dacht... ik heb nu genoeg gedaan. En er was ook altijd... zoveel te doen en het was ook te gek en er was altijd energie en altijd mensen. Dus ja, ik ben daar heel erg dankbaar voor. Ja. En tegelijkertijd denk ik, oké, en nu met iets meer rust. Ja, ja. Maar, Monique? Ja, dat is ook heel leuk, want ik heb ook een bedrijf opgebouwd, de Wereldboom. En al die energie, altijd maar door, dat is ook leuk, daar krijg je ook energie van. Maar jij zegt, ik heb nu ontdekt dat tot rust komen ook heel fijn is. En ik hoor net ook, ik ben dichter toch weer bij de muziek gekomen. Dus het heeft dan ook iets gebracht. Kun je dat vasthouden? En die vraag stelde ik net aan jou, hè? Dat is wel grappig. Dus ik wil wat terug horen. Ja, ik denk, ik kan er nog niks over zeggen eigenlijk. Dat weet ik niet. Ik hoop het. Ik denk het wel. Ik denk dat ik daar wel in gegroeid ben. En ik denk dat de coronacrisis inderdaad iedereen stof tot nadenken heeft gegeven. En dat het bij veel mensen toch iets teweeg heeft gebracht. Ik hoor ook in alle verhalen eigenlijk, ik verbind me of mensen gaan zich aan de gemeenschap zorgen dat het blijft draaien, dat theater. Dan moet je je verbinden met elkaar. En in mijn boek zeg ik ook, laat ik die concurrentiegedachte los die we zo hadden met z'n allen. Maar het gaat niet om concurreren en om uitblinken. Het gaat juist om... Wat kun jij goed? Jij bent uniek. En wat kun je dan geven? En hoe vorm je dan met elkaar? Ik vergelijk het met een boom. Niet voor niks wereldboom natuurlijk. Een boom bestaat uit takken, bladeren, schors, wortels. En iedereen heeft zijn eigen specialiteit. Maar als die boom niet samenwerkt... Als wortels weigeren te doen wat ze kunnen doen... dan kunnen die takken het ook wel vergeten. En die bladeren ook. Dus we zijn ook gewoon heel erg van elkaar afhankelijk. Maar dat is het mooie van verbinden... dat je dan leeft met z'n allen. Ja. Ja, en ik denk ook dat het theater bij uitstek een plek is... Waarbij je midden in een gemeenschap moet staan... en waarbij je die verbindingen op heel veel verschillende manieren moet kunnen maken. En ik was daar dus heel erg huiverig in van... hoe gaat dat gaan binnen de maatregelen? Maar ook vanavond zie je weer, het kan wel. Het kan wel. En dat is wel heel erg
geruststellend en fijn. En tegelijkertijd is het ook de andere kant. Mensen zijn nog steeds heel erg huiverig om naar het theater te gaan. Dus, en dat is mijn grootste prioriteit op dit moment is die zalen vol krijgen voor 32 man. Dus iedereen denkt, ja, dat moet toch makkelijk lukken? Nee, dat lukt niet makkelijk. Nee. Mensen zijn toch angstig om naast elkaar te gaan zitten of op afstand? Mensen zijn angstig. Mensen bestellen op het allerlaatste moment. Dus voorheen zag je van, oké, ik doe marketing, ik doe een persbericht, ik stuur dit uit. Je ziet effect op de kaartverkoop. Niks gebeurt er nu. En als je mazzel hebt, dan gaat het de dag ervoor en de dag zelf nog wat aanlopen. Ja, het is gewoon een totaal andere wereld. Het boeken van theater gebeurde voorheen. Was je nu bezig met het boeken voor volgend seizoen september. Dat is nu collectief opgeschoven naar januari. Dus je, de hele scene moet zich opnieuw inrichten en opnieuw uitvinden. En meer dan ooit moeten we dat met elkaar doen, denk ik, ja. Ja. Je had vorige week verteld je Joep van het Hek op het podium. Ja. In een zaal met 32 mensen, dat is gek. Ja, ik denk, nou ja, dat is het. Eigenlijk zien we, zeker omdat we nu natuurlijk net begonnen zijn, zie je dus artiesten die voor het eerst weer optreden. En het is toch een confrontatie. Dus ze weten, oké, we gaan zo meteen naar een zaal toe. Daar zitten maar 32 mensen in. Ze gaan er staan en paf. Zeker bij een Joep van het Hek, hij is gewoon gewend aan een bepaalde respons uit een zaal. Of het nou een zaaltje is van 130 waar de volle lach terugkomt of een gevuld carré. Dat is er niet meer, weet je. En ik heb hem niet gesproken, maar ik kan me echt voorstellen dat je wordt gewoon teruggezet in je carrière. In hem, in zijn geval, echt 40 jaar, zeg maar. Ja. Dat is confronterend en vervelend en jammer. En het lastige is ook dat de kleine theaters zijn daar echt wel de dupe van. Dus onze capaciteit is namelijk altijd tekort. Mm-hmm. Dat kan niet waar we nu mee werken. Nee. Dus die kleine theatertjes, ja, de enige manier waarop ze overeind blijven is gewoon als er mensen gaan komen. Ja, maar goed, met 32 mensen in de zaal, daar betaal je Joep van het Hek niet mee. Nee, maar de artiesten die doen ook echt water bij de wijn. Ja. Dus die krijgen gewoon veel minder betaald. En zeker Joep is natuurlijk iemand die altijd voor de kleine zaal gestreden heeft. Dus die wil het heel graag, maar die merkt ook op zo'n avond, dit is niet zo lekker om te spelen, nee. Nee. Zei hij niet toen hij jou zag, hey Wieke, wat doe jij hier? Jij hoort toch in Boxmeer te staan? Nee. Nee, echt niet? Nee, ik heb hem niet gesproken, dus dat is dan niet. Logisch. Ja. Ja. Nee, maar dat zei ik ook al tegen jou. Het is ook heel erg zoeken. Dus ik werk daar met die 80 vrijwilligers. Die hebben allemaal hun eigen loopje. En die ontvangen natuurlijk de artiesten. En die zijn er ook in aan het... Dus ik moet me daar mijn weg nog even vinden. Ja, maar dat komt zeker goed. Ja, want je bent daar begonnen. 1 september, hè, geloof ik. Daarvoor al een paar weken. Maar je bent in maart ben je hier gestopt. Dat was echt zo van, de mededeling kwam van Peter Paul, de boel is failliet, dankjewel. En toen ben je naar huis gegaan, daarna was het over? Nou, die mededeling kwam niet zo, want ik ben dus heel erg betrokken geweest bij het beslissingsproces. Het zou heel raar zijn als die mededeling op die manier was gekomen. En die mededeling kwam sowieso niet zo, want het was voor Peter Paul ook een heel emotioneel besluit om dat te doen. Maar ja, wat natuurlijk heel naar is van een faillissement. En ik gun in die zin niemand een faillissement. En zeker niet in coronatijd. Is dat je geen afscheid kan nemen. Dus in een coronatijd, normaal gesproken, volgens mij werkt het zo. Je hebt een faillissement, je wordt allemaal bij elkaar geroepen. Gaan ze uitleggen wat er gaat gebeuren. Dan kun je gewoon nog je collega's zien. Dat kun je delen met elkaar. En dat is natuurlijk helemaal niet gebeurd. Dus we hebben Zoom call gehad met iedereen, maar dat is natuurlijk, ja, dat is dramatisch. Het werkt gewoon niet zo. Nee. En ik denk ook, ja, voor mij was het natuurlijk een hele rare manier om iets waar je 7,5 jaar gewoon je alles ingestoken hebt om dan zo weg te gaan. Ja, dat klopt. Ja. Dat betekent eigenlijk dat je eigenlijk geen goed afscheid hebt gehad. Nou heb ik wel een donkerbruin vermoeden dat jij werkt 24 uur in Culemborg. Je hebt er nog een paar uur over dat we jou hier nog wel gaan zien. Toch? Ja. 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 Ik weet het gewoon niet. Ik moet wel zeggen, mijn hart ligt nog wel heel erg hier. Dus dat merk ik wel. Ja. Ja. Maar goed, we gaan wel een soort van klein afscheid van jou nemen. Daar heb ik Mindy voor gevraagd. Oh my god.
Dus ik ga het voor jou zingen. Ja. Nico, wil je hem heel even stopzetten? Want ik moest nog heel even een boodschap doorgeven. Ja, ik ga het gewoon ook zo doen, hè? Ja, ja, ik ga het gewoon doen. Lieve Wieke, ik ben hier nou toch. En er is mij gevraagd om een boodschap aan jou door te geven. 7,5 jaar heb jij hier in de Weijer gewerkt. En daar is in maart abrupt een einde aangekomen. Veel mensen zullen je hier gaan missen. Maar in Culemborg hebben ze mazzel. Want wat rest zijn de herinneringen. Dus we hebben voor jou 2 liedjes uitgezocht. Geniet ervan. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember that I did not feel no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody call your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will someday. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything will be alright, go and raise your glass and say, here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back. There's a time that I remember when I never felt so lost, when I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you that you know I'll never drop. Hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything will be alright. Raise your glass and say, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. Do, 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 do. Gewoon nog eentje doen. En die is ook voor jou. En deze tekst is ook voor iedereen die lekker weer vol energie datgene gaat doen waar je passie ligt. Want dat is het enige wat we nu kunnen doen natuurlijk. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. See, Harold, what your mother said,
Read the books your father read. Try to solve those puzzles in your own sweet time. And some may have more cash than you, and others take a different view. Well, oh my, hey, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. And all I know, love will save the day. Time asks no questions, it goes on without you. Leaving you behind if you can spin the pace. The world keeps on spinning, can stop it if you try to. What is danger staring at you in the face? Remember, listen as your day unfolds. Cherish what the future holds. Try to reach your head up to the sky. And lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. And all I know, love will save the day. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. See, all I know, love will save the day. Got to be bad, got to be bold, got to be wise, you are a storm. Got to be bad. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. See, all I know, love will save the day. For ya. Iedereen, dank je wel voor de komst deze maand weer. Ik vond het heerlijk om te doen. Pierre, dank je wel. Monique, dank je wel. Peter Paul, dank je wel. Minnie, dank je wel. Mieke, dank je wel. Tot volgende maand. APPLAUS